Welkom bij de vijfde aflevering van Inspire Me. Met ons team onderzoeken wij jullie vragen. Heb je een vraag? Stel ze hieronder. Vandaag behandelen we de vraag. In Nederland worden steeds meer laadstations geplaatst. Maar is elektrisch rijden ook echt zuinig? Wij gaan op onderzoek uit door te rijden van onze vestiging Alkmaar. Ik heb het gezegd. Alkmaar naar onze vestiging in Kerkrade. Met de vraag, welke auto is het zuinigst? Hey, we zijn wel even onderweg, maar ik heb toch het idee dat ik ergens moet gaan laden. Anders gaan we Kerkrade niet halen. Ik denk op de route richting Kerkrade ligt nog een bedrijf wat echt gespecialiseerd is in laadstations. Ik denk dat we daar wel even kunnen stoppen. Ja, en omdat Cecile natuurlijk weer eens moest opladen, zijn we hier beland bij Hathea. Naast mij staat Hans Arendsen, directeur van Hathea. Hans. Mennekes heeft natuurlijk de type 2 stekker destijds uitgevonden en is inmiddels een standaard geworden in Europa voor alle auto's die opgeladen moeten worden. Maar daar hebben ze natuurlijk niet bij gelaten. Wat kunnen wij aankomende jaren nog meer verwachten van Mennekes? Ja, dat klopt Raymond. Mennekes heeft de norm ontworpen voor de type 2 stekker die we nu gebruiken voor het laden van elektrische auto's. Aansluitend hebben ze ook meteen de componenten ontworpen voor in de auto om daar aan te sluiten. De laadkabels en uiteraard een compleet pakket van laadoplossingen. Voor zowel thuis als op de zaak, zoals je hier een aantal achter je ziet. Zeg Hans, als ik nou zo'n Mennekes Amtron laadstation koop, waar moet ik rekening mee houden met de abonnementskosten per maand? Nou, die zijn helemaal niets. Dat is het mooie. Wij bieden een oplossing waarbij het registreren van alle laadprocessen of in het Amtron zelf of in het bedrijfsnetwerk worden geregistreerd en kunnen worden verwerkt, zonder dat deze data dus het pand verlaten. Een veilige oplossing dus. De data blijft in het pand en geen maandelijkse kosten. Dat is uiteraard interessant, want die maandelijkse kosten is iets waar de installateur toch niets aan heeft. En wat verwacht jij wat de elektrische auto gaat betekenen voor de installateur? Best veel. Gezien de huidige verwachting van de opkomst van elektrische auto's is het eigenlijk nu al zaak om bij iedere woning of bedrijfspand wat momenteel gepland of gebouwd gaat worden, dit thema aan te spreken. En te zorgen dat de oplossingen worden gecreëerd. Want tegen de tijd dat het pand wordt opgeleverd, zal er waarschijnlijk al een elektrische auto voor de deur staan. Hans, nou ken ik jou een beetje en dan weet ik dat jij van mooie auto's houdt. En ik weet ook wat voor auto jou voor de deur hebt staan. Maar wat denk je, is dit jouw laatste benzineauto? Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd. Dat is ook de reden dat ik nog een echte benzineauto heb gekocht. Maar de volgende gaat zeker elektrisch worden. Wij gaan weer een stukje rijden. Jij bedankt voor jouw warme welkom en antwoord op onze vragen. Dankjewel. Rijden is fantastisch. Het is heerlijk rustig, geen CO2-uitstoot, dus je doet wat goeds voor de natuur. En ja, je moet even laden na een paar uur, maar daar rust je zelf ook vanuit. Dit is natuurlijk wel de beste hybride die je kan voorstellen. Maar ja, als je daarmee in de file staat, dan is het nog steeds niks. De diesel was prima. Ik heb niet hoeven tanken, alleen de uitstoot. Daar voelde ik me toch niet helemaal fijn bij. Ja, de conclusie is eigenlijk wel duidelijk. Elektrisch rijden is helemaal de bom. Rustig aanrijden, weinig uitstoot. Na een paar uur rijden wil je toch echt je benen strekken en kan je gelijk je auto opladen. De vraag is natuurlijk, welke van deze drie auto's heeft het minste energie verbruikt tijdens onze rit? Zoals jullie zagen stonden wij flink in de file. Hierdoor zijn we via Hathea in onze vestiging in Eindhoven beland.
Over een afstand van 200 kilometer verbruikt de Skoda 11 liter diesel en dat is teruggerekend 400 megajoule. Kosten hiervoor 16 euro. De BMW verbruikt slechts 7 liter benzine en 5 kWh en dat is teruggerekend 240 megajoule. Kosten hiervoor 12 euro. De Ioniq slurpt 32 kWh en dat is teruggerekend slechts 117 megajoule. En dat zorgt voor het goedkoopste ritje van 6,50 euro. Elektrisch rijden heeft één nadeel. Je hoort ze niet aankomen. Dit was Inspire Me. Tot de volgende keer.